Hoi, ik ben lekker aan het wandelen en ik kom hier onder een fantastische mooie eik uit. En toen kreeg ik toch wat inspiratie voor een filmpje, want wat ik met je wil delen is het volgende. Kijk, die eik die staat hier prachtig te bloeien, of nou bloeien niet, maar prachtig te groeien. En als je dan hier achter mij kijkt, dan zie je een maïsveld. Maar wat je dus ook ziet, is dat het maïs hier aan de voorkant niet echt lekker aan het groeien is. Want wat het is, dat is heel simpel, onder zo'n eik, daar groeit het niet zo goed. En wat ik zie bij ondernemers, bij klanten van mij en ook bij mezelf heb gezien, is dat ik soms ook onder een eik ben gaan zitten. En ja, dat lijkt dan een lekker plekje en dan denk je, hé, dat is eigenlijk wel goed. Maar eigenlijk ben je dus in iemands schaduw aan het staan. Je bent met je bedrijf, ja, maar op halve kracht bezig. Omdat eigenlijk iemand anders de kracht weghaalt of omdat jij niet volledig in je eigen kracht gelooft. Dus het was interessant voor jezelf om te onderzoeken van sta jij niet in iemands schaduw? Sta je niet op een plek waar je niet genoeg licht krijgt, niet genoeg water krijgt? En het kan bijna nou, niet letterlijk zijn, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je in de schaduw van je vader of je moeder staat, hè, of de familie, familieleden. Nou, dat is iets wat je met familieopstellingen heel goed kunt ontdekken. Maar iets anders kan zijn dat je opkijkt tegen andere mensen in de markt. Dat je denkt dat je niet zo goed bent als anderen. En ja, dat kan je nog denken ook. Want als je hier zeg maar als maïs, nou dit hele kleine, moet je kijken, heel klein maïsplantje. Als die eens om zich heen kijkt en dan helemaal daar zeker daarachter, dan denkt hij, ja, ik ben helemaal niet zo goed. Moet je kijken, die zijn allemaal veel groter en veel meer vruchten, veel meer maïs zitten aan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want als deze op een andere plek zou gaan groeien, dan zou die ook net zo groot en net zo sterk worden. De potentie is eigenlijk net zo groot. Alleen de plek is eventjes niet zo handig gekozen. Nou, is met maïs natuurlijk, daar gaat het, deze vergelijking niet helemaal om. Maïs kiest misschien niet helemaal die plek. Maar jij kunt wel een plek kiezen waar jij toch meer tot je recht komt. Of waar je meer, ja, meer licht krijgt. Meer in het licht gaat staan. Zo mooi wat er ook gebeurt. Dus achter mij schijnt dat licht zo door die bomen heen. Kijk. En durf je dus in het licht te gaan staan, zodat je niet meer in de schaduw staat van de eik. Ik ben heel benieuwd naar je reactie.